Welkom bij een nieuwe les van voor sportles voor volwassenen. Zorg vandaag weer dat jullie een matje pakken of iets. Dat jullie iets van twee gewichtjes pakken. Mag ook twee flesjes drinken of iets zijn. En dat jullie daarnaast weer goede schoenen of op blote voeten gaan sporten vandaag, zodat jullie veilig sporten. Vandaag gaan we weer starten met een warming up. Daarnaast gaan we wat cardio oefeningen doen. Die cardio oefeningen zullen gemixt zijn met krachtoefeningen, wat losse krachtoefeningen en dan eindigen we weer met een cooling down. Ik zal starten met de cardio oefeningen even voor te doen. De cardio krachtoefeningen zijn jumping jacks. Het zijn daarnaast burpees zonder opdrukken, dus dat is gewoon weer hoog springen. En het zijn jump squats, dus dat is doorzakken en springen. Daarna doen we een rondje met wat krachtoefeningen. Die krachtoefeningen doen we weer een minuut, net zoals vorige week. Die zullen zijn planken, dan weer squats, dus doorzakken, goed de rug recht houden. Dan gaat hij door naar de push-ups. Nou, de push-ups kan je natuurlijk weer normaal doen, dus zo, vanuit de knieën. Of eventueel tegen de muur. Nou, dat zijn drie varianten die we van de push-ups kunnen doen. Daarna gaan we de bicep curl doen. Dus daarvoor hebben we eventueel de gewichtjes nodig. Nou, houden we dus de onderarm gestrekt. Doen we dus een minuut lang de bicep curl. De bovenarm gestrekt, doe lekker de onderarm buigen omhoog. Dan doen we de buikspier oefening met twisters. Kan je eventueel ook het gewichtje voor gebruiken. Gaan we weer aantikken. Kunnen we de voeten in de lucht doen, wordt die moeilijk. Voeten op de grond, is die makkelijker. Die doen we ook weer een minuut. Daarna gaan we weer een rugoefening doen. Dus dat is arm omhoog, been omhoog. Deze is zwaar, dus als je deze geen minuut volhoudt, is het niet erg. Daarna doen we als laatste oefening doen we dips. Nou, die kan je op verschillende manieren doen. Of je maakt van je lichaam een plank en je zakt dan door omhoog. Of je maakt van je benen 90 graden en je zakt dan door omhoog. Omhoog. Dus voor deze achterste spieren. Of je doet hem zittend en je zet je hand iets achter en je zakt dan door en omhoog. Nou, dat zijn de oefeningen die we vandaag doen. De oefeningen zijn een minuutje. Daarna een minuutje doen we weer de cardio oefeningen en dan doen we nog een ronde. En dan zijn we klaar. Starten we met een warming up. Dus heeft iedereen nu een matje gepakt en iets van twee gewichtjes. Dan kunnen we starten. Nou, dan starten we met de schouders even losdraaien. Dus vooruit. En dit doen we 30 seconden. Halverwege geef ik wel een seintje, dan gaan we achteruit. Vijf, vier, drie, twee, één, gaan we achteruit. Vijf, vier, drie, twee. Oké, dan gaan we daarna nu 30 seconden de heupen losdraaien. Vijf, vier, drie, twee, één. Andere kant. Vijf, vier, drie, twee. 1. Gaan we 30 seconden dribbelen op de plaats. Lekker die hartslag een beetje omhoog.
seconden. Vijf, vier, drie, twee, één. Oké, doen we als laatste warming-up oefening de rechter elleboog naar de linkerknie en andersom. Dat doen we 30 seconden. Nog 15 seconden. Vijf, vier, drie, twee, één. Yes. Oké, schud de beentjes even los. Starten we straks met 30 seconden jumping jacks. Oké, dan gaan we over. Vijf, vier, drie, twee, één. Gaan we, 30 seconden. Zorg dat je het eigen tempo doet, zodat je het volhoudt. Niet dat je na 15 seconden al niet meer kan. 15 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Gaan we gelijk door met 30 seconden burpees zonder opdrukken. Dus naar beneden, omhoog. Spring, doe 30 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Anders raak ik het dak weer aan. 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Oké, de laatste van de cardio oefeningen zijn de jumping squats. Gaan we straks 30 seconden doorzakken en uitspringen. En goed proberen explosief te zijn. Oké, starten we in 3, 2, 1. Yes, gaan we. Halve minuut. Vijf, vier, drie, twee, één. Yes. Oké, dit waren de cardio krachtoefeningen. Nu gaan we echt de echte oefeningen doen. Dus we starten straks een minuut met planken. Nou, starten over. 5, 4, 3, 2, 1. Gaan we. Als hij moeilijk wordt, mag hij ook vanaf de knieën. Anders blijf je gewoon lekker zo staan. Nog 20 seconden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, yes. 10 seconden rust. Gaan we straks verder met de squats zonder springen, dus alleen doorzakken. Rustig op eigen tempo, zodat ik het volhoud. Start er in 5, 4, 3, 2, 1.
Gaan we. Een minuutje. Rustig op eigen tempo. Nog 20 seconden. Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één. Yes. 10 seconden rust en dan doen we de push-ups. Mag vanaf de knieën, dus op deze manier, of echt vanuit de voeten. Of tegen de muur eventueel. Starten we in 3, 2, 1. Let's go. Nog een halve minuut. Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf. 4, 3, 2, 1, yes. Oké, pakken we voor de volgende oefening. 2 gewichtjes of eventueel 2 flesjes water of iets. En dan doen we dus een minuut lang de bicep curls. Deze oefening en omhoog. Start erin, 5, 4, 3, 2, 1. Dan gaan we een minuutje. Op eigen tempo, zodat je het volhoudt. Nog een halve minuut. Seconden. Vijf, vier, drie, twee, één. Oké. Leggen we die weer even weg. Kunnen we eventueel eentje vasthouden voor de volgende oefening. Gaan we door met de buikspieren. Dus zitten. Benen eventueel omhoog en aantikken. Starten we in 3, 2, 1, let's go. Vijftien seconden. Tien,
5, 4, 3, 2, 1. Oké, netjes. Doen we straks weer de volgende oefening voor de rug. Is dus liggen. Armen in de lucht, benen in de lucht. Deze wordt zwaar. Dus niet erg als je niet helemaal een minuut vol kan houden. Dat lukt mij zelfs niet. We starten in 5, 4, 3, 2, 1. Yes, gaan we. Twintig seconden gehad. Nog 15 seconden. Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één. Oké. Doen we over 10 seconden de laatste oefening van deze ronde. En dat zijn de dips. En die mag je dus zo doorzakken en omhoog drukken. Dus voor je achterarmen. Met de benen recht naar beneden zakken en omhoog drukken. Of de benen in 90 graden zetten. Dan naar beneden zakken en omhoog drukken. Starten we in 3, 2, 1. Gaan we. Of zittend. Dan gaan we zo verder. Als het goed is, voel je hem lekker branden hierachter. Half een minuut gehad. Nog 15 seconden. Vijf, vier, drie, twee, één, yes. Oké, dit was de eerste ronde. De tweede ronde gaat straks ook weer met cardio beginnen, maar doen we de oefening is allemaal iets korter, zodat die iets lichter is. Neem nu even allemaal snel een slokje water of iets, dan starten we straks weer met de volgende ronde. Starten we over 15 seconden weer met de jumping jacks. Die doen we nu in plaats van een half minuut, doen we 15 seconden. Vijf, vier, drie, twee, één. Gaan we, 15 seconden. Vijf, vier, drie, twee, één. Oké, gaan we over 10 seconden door met de burpees zonder opdrukken. Vijf, vier, drie, twee, één. Oké, ook deze doen we 15 seconden. Vijf, vier, drie, twee, één. Oké. Doen we over 10 seconden de laatste. Dat zijn de jumping squats. Dus weer lekker doorzakken.
en uitspringen. Probeer explosief te zijn. Die doen we in 5, 4, 3, 2, 1. Oké, gaan we. 15 seconden. Moet te doen zijn. Vijf, vier, drie, twee, één. Oké. Mooi. Dit zijn dus de cardio oefeningen. Hebben jullie ook weer gehad. Doen we nog één rondje met de echte oefeningen. Die doen we nu in plaats van een minuut. 30 seconden. Kunnen daarna nog, hebben we daarna nog een beetje tijd voor rekken en strekken. En dan zit de les er weer op. Oké, starten over 10 seconden met een halve minuut planken. Mag dus weer vanaf de knieën. Mag ook staand. Gaan we. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Half minuut. Vijftien seconden. Vier, drie, twee, één. Yes. De over 10 seconden weer een half minuut met normale squats. Dus weer lekker rustig doorzakken. Zorg dat de rug redelijk recht blijft. Vijf, vier, drie, twee, één. Yes, gaan we. Half minuut. Tien seconden. Als het goed is zijn de beentjes lekker verzuurd door de jumping squats, door de normale squats. 3, 2, 1. Yes. Doen we over 10 seconden een half minuut push-ups. Mag dus vanaf de knieën, vanaf de benen, tegen de muur kan die. 5, 4, 3, 2, 1. Gaan we. Half minuut. Eigen tempo, zodat je hem vol kan houden. Nog 15 seconden. Vijf, vier, drie, twee, één. Yes. Oké. Pakken we weer de gewichtjes of iets. Doen we weer de bicep curl. Doen we ook weer een halve minuut over 5 seconden. 4, 3, 2, 1. Gaan we een halve minuut. Bovenarm recht naar beneden. Alleen de onderarm omhoog en krachtig naar beneden. Hup, explosief omhoog, krachtig naar beneden. Gaan we. 20 seconden nog. Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één. En laatste, yes. Oké, houden we er eentje vast voor de buikspieren. Gaan we 5 seconden weer starten met de twisters. 5, 4, 3, 2, 1. Gaan we, halve minuut. Vijftien seconden. Vijf, vier,
3, 2, 1, yes. Doen we straks nog 2 oefeningen. De rugoefening en de dips. Dan hebben we alle oefeningen gehad. Oké, doen we een halve minuut. De rugoefening. Vrouwen, over 5 seconden. 4, 3, 2, 1, yes. Gaan we. Deze wordt zwaar. Vijftien seconden. Acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één, yes. Oké, doen we straks als laatste nog de dips. Dus weer de armen zakken en omhoog. Goed expliciet uitdrukken. Dat we de achter... spieren van de arm aanspannen. Starten we over 5, 4, 3, 2, 1. Laatste halve minuut is dit. Vijftien seconden. 5, 4, 3, 2, 1, yes. Netjes. Doen we nog wat rek- en strek oefeningen en dan zijn we klaar. Starten met de nek. Doen we 10 seconden de ene kant oprekken. 4, 3, 2, 1. En de andere kant. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, doen we de schouders. Eén arm omhoog, andere naar beneden, andere onderdoor en dan opzij. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, arm naar voren, andere arm onderdoor en opzij. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, doen we de buikspieren nog. Gaan we even naar het matje. Doen we ons soort van opdrukken. De rug hol maken. Voel je de buikspieren als het goed is. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Doen we ons nog even lang maken. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Doen we als laatste de kuiten. En daarna nog de hamstrings. En dan zijn we klaar. 5, 4, 3, 2, 1. Eén, andere kant. 5, 4, 3, 2, 1. Doen we de hamstrings. Even 10 seconden naar beneden. Geen zakkende beweging maken, dat is slecht voor de spieren. Als je niet zo ver komt, is ook niet erg. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, was de Lise nog vergeten? Nemen we die ook nog even mee. 5, 4, 3, 2, 1. Doen we de andere kant. 5, 4, 3, 2, 1. Top, dat was hem. Als jullie nou nog speciale oefeningen hebben die jullie weer terug willen zien, of wat vonden jullie van deze les? Laat het even weten in de comments, zodat wij er iets mee kunnen.